Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Op een mooie dinsdagavond staan we op het sportveld van SC Purmerland. En naast mij staat Ron Leunk, de trainer van Purmerland. Purmerland speelt dit seizoen in de vijfde klasse. Vorig jaar promotie afgedwongen in de nacompetitie. Ron, klopt toch? Dat is helemaal door, weet je. Je hebt ongeveer dezelfde selectie? Ja, we hebben in principe de hele selectie overgehouden, er is niemand weggegaan. En we hebben een aantal jongens erbij gekregen. Eén vanuit de vereniging, eentje teruggekomen die hier gespeeld heb. En twee nieuwe jongens. Ik ben Alex Bontenbal. Ik heb gespeeld bij Purmerstein en Sop. En ik speel een beetje op het middenveld. En ik heb ook in de verdediging gespeeld. Ik ben Richard Steur. Ik heb hier via en deze gespeeld. Vorig jaar een jaartje tussenuit geweest bij IVV. En dat je weer teruggekeerd. En waarom teruggekeerd? Nou, ik miste toch de prestatie en het fanatisme. Ik ben James Sprenger. Ik heb altijd bij IVV gespeeld. En nu speel ik hier bij Purmerland. In tweede. En jouw positie? Mijn positie is spits. Elke pensioen. Ik zit al een aantal jaren bij de club. Ik heb 11 jaar al in de selectie gespeeld. Waaronder de grootste aantal jaren in het eerste. Dus. En waarom weer terug? Het elftal waar ik in zat viel een beetje uit elkaar. Had het ook wel een beetje gezien en miste de sportiviteit en het enthousiasme. Ron, het zijn allemaal enthousiaste jongens die je erbij gekregen hebt. Ja, ik ben ook heel blij met ze gekomen zijn natuurlijk. We hebben nu een selectie van 33 jongens. Nou, je hebt altijd blessures, geschorst, noem maar op. Ja, dus het is helemaal aanvulling. En één heb al meegedaan met het eerste. In de voorbereiding hebben er twee meegedaan. Nou, dus we moeten conditioneel wat meer krijgen. En hopen dat ze erbij pakken. Ja. Wat ons opviel vanavond, wij komen aanlopen. We denken er is niemand. Jullie staan op het tweede veld. En er staan ongelooflijk veel mensen. Een enorme selectie. Ja, dat is denk ik ook de kracht van de groep. We praten ook altijd over een selectie, nooit over eerste of tweede. Alle dingen die geregeld worden, worden voor de hele selectie gedaan. Iedereen krijgt dus net zoveel aandacht en net zoveel kans om in het eerste of in het tweede te spelen. En alle evenementen doen ze mee. Ja. Nou, en ik denk dat de jongens dat heel erg leuk vinden en ook de aandacht leuk vinden. Vandaar dat elke dinsdag nog tussen de 24 en 28 jongens zijn. Ja. Dan heb je zoveel mensen, maar dat betekent ook dat het, de competitie onderling wordt natuurlijk groter. Kijken ze erg naar elkaar? Ja, de concurrentie is er natuurlijk. Want ja, je kan maar 11 mensen opstellen. Ik neem er altijd 13 mee op voorhand bij de eerste. En dan gaan er dus 15 of 16 naar de tweede toe. En vandaar komen er altijd nog 2 of 3 jongens door naar de eerste toe. Dat je op zondag 16 man op de bank hebt. Of 16 man hebt. Ja, dan kunnen een aantal dan zondag in het eerste niet voetballen, maar die moeten wel komen. Ja, en dat, iedereen is nu nog steeds bereid. Het is mijn derde jaar nu. Ik heb het nooit anders gedaan. Ik vind het ook de meest reële en eerlijke optie. Ja. In het intro zeiden we dat Purmerland is gepromoveerd van de zesde klasse naar de vijfde klasse via de nacompetitie. Merk je het niveauverschil? Ja, het gaat allemaal even een stapje sneller. Sommige jongens moeten er toch aan winnen. Sommige spelers zijn wat slimmer. De meeste verenigingen zijn wat jongens teruggekomen uit een hoger niveau. Die vroeger wel bij die club misschien gezeten hebben. Maar dan zie je toch dat ze toch aan moeten winnen. Net het kleine beetje scherpte extra. Ja. Ah. Je hebt nu een paar wedstrijden gespeeld. 1 punt dacht ik tot nu toe. Maar de berichten in de krant, als we dat volgen, het spel wordt steeds beter. Ja, er zit een stijgende lijn in. Je ziet ook steeds completer worden. De jongens weten steeds meer hun taak. Weten ook beter aan te passen aan de snelheid. Daar zijn we ook mee aan het trainen. Als je de oefenstof ziet ook. Het is allemaal vormpjes 4 tegen 2, 3 tegen 1. Om maar handelingssnelheid te kweken. Ja, en dat zal er op een gegeven moment toch uitkomen. We worden niet weggespeeld in de afgelopen wedstrijden. En we hopen toch de eerste overwinning eerder te gaan pakken. Wat is je doelstelling in de vijfde klasse? In de middenmoot. En hopen en kijken of we zover zijn voor de laatste periodetitel. Zal dat moeilijk worden? Ja, als ik nu toe kijk, weet ik het niet. De tegenstanders zijn niet echt overtuigd dat ze veel beter zijn of dat we weggespeeld worden. Ik moet kijken naar een wedstrijd of 8-9. Dan kun je zeggen van hey, die zijn er echt bovenuit.
En wij hebben misschien te weinig punten, maar we komen er wel aan. Zijn er nog zeg maar tegenslagen in het begin van het seizoen geweest? Ja, we hebben drie jongens goed geblesseerd gehad. Eentje met een knie aan operatie in de voorbereiding. Dus Danny Bakkenen. Daniel Nansink, een vaste speler van al 2 jaar. Die is zijn teen gebroken. En zijn spits, die jongen die eigenlijk de koop moet maken. En dat breekt toch wel op natuurlijk. Als je dan zo snel al gelijk moet inschakelen met niet andere jongens. En degene die dan de calls moeten maken, dat die afvallen. En dan wordt het een probleem. Ja. Maar goed, je blijft goed gemutst. Plaats in de middenmoot, dat wordt gehaald. Dat ben ik van overtuigd. Dat we sowieso in die middenmoot eindigen. Daar hebben we te veel kwaliteit voor om dat niet te halen. Okay. Ron, dankjewel. Ga verder met de trainen. Want die jongens die hebben er inderdaad heel veel zin in. En nou, succes. Dankjewel. Okay. Dat was Purmerland en een enthousiaste Ron Leunk. En de selectie heeft er zin aan met 28 man hier op het trainingsveld op een doordeweekse avond. Dat komt wel goed met Purmerland. Die gaan zeker in de middenmoot eindigen.